En ik word gewoon ingehaald. Oh, maar helemaal niet je vlog. We hebben iets heel leuks. Het eten is er. Oh my god, zo lekker. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag. Maandag is het vast kerst, maar ik heb gewoon niet gevlogd met kerst. Dat spijt me weer. Oh my god. Kan echt niet, maar ik heb gewoon even genoten van de time met mijn familie. En dat is mijn telefoon. Het is dus nu woensdag en ik heb vandaag een verrassingsdag van Stan. Ik wist niet wat we gingen doen vandaag en dat is mijn kerstcadeautje. Superleuk. Maar ik weet nu dus wat we gaan doen. We gaan nu naar de film, naar de Hunger Games. Heel erg excited voor, want ik wilde die dus heel graag al zien. Super gezellig. En daarna in de avond gaan we uit eten, maar ik weet nog niet waar. Dus helemaal leuk. Maar dus ja, we gaan nu onderweg. En ik heb hele leuke kerstdagen gehad, by the way. Nou, Sanne en ik zijn nu net terug van de film. Dat is echt een aanrader. Echt naar die nieuwe Hunger Games. Als je de Hunger Games leuk vindt, echt een aanrader. De film was bijna 3 uur, maar het was zo leuk. Echt, het vloog echt voorbij. Het was helemaal gezellig dagje. Ik ben nu thuis. Ik heb snel omgekleed. En we gaan zo meteen uit eten bij Ron Gastro Bar. Het gaat heel leuk zijn. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus ik ben helemaal excited. En ik vind het gewoon zo leuk en zo gezellig. Nou, we zitten lekker. Sarah wilde net allemaal boxen voor thuis bestellen. Ja, ik zeg ja, kijk, dit moet je bestellen. Dit. Oh, thuisbox. Nou, we hebben wat lekkere voorgerechtjes. We hebben een taco met, wat zat er nou in, tonijn of zo? Ja, het is een ratel zo snel op, ja. Ik weet het echt niet. En dit was een soort steak tartare. In het midden. Dit. Nee, dit zijn korrels. Nee, dat erin. Oh. En dit zijn een soort lumpia-achtige dingetjes. Nou, oh, en ik heb een Chardonnay. Normaal neem ik nooit een Chardonnay. Maar ik had even zin in een volle Chardonnay. Had ik gewoon even zin in. Dus ik ga even met jullie proeven. Wow, dat is heel lekker. Ja. Wil je hem proeven? Ja. Hij is heel lekker. Maar wel zacht. Op zich wel zacht. Ja. Wat is er ervan? Gewoon goed. Het is gewoon lekker, ja. Okay. Het eten is er. Oh my god. Zo lekker. Nou jongens, we hebben gewoon alles opgekregen. Omdat het zo lekker was. Eerlijk. Heel lekker was het. Hey, ben ik. Het was zo lekker en het was echt allemaal heel leuk. Allemaal kleine dingetjes, verschillende. Ja, allemaal kleine hapjes waren. Die kon je lekker delen en ik hou echt van shared dining en zo. Het was zo lekker en het was gewoon een beetje gezond. Gewoon lekker ijs en groentes en kip. Maar je hebt dus ook nog 2 andere Ron gastenbars in Amsterdam. Aziatisch en Frans, dus daar willen we ook nog een keer heen. Want ik vind het echt super leuk. Goedemorgen allemaal, het is alweer donderdag, wat een rare week. Gisteren was zo'n gezellige leuke dag met Stan, dat was echt heel erg leuk. Hadden we echt even lekker nodig, gewoon chillen, lekker naar de film, lekker gegeten. Oh, dat is trouwens echt fucking lekker, rond gastrobars. Je hebt dus ook nog 2 andere gastrobars in Amsterdam zitten. Met 2 verschillende keukens, met 1 Franse keuken en 1 Aziatische keuken. Dus daar willen we heel graag ook nog een keertje heen. Maar ik ben nu weer onderweg naar Amsterdam. Ik ben echt al bijna een week niet in Amsterdam geweest. Echt ziek. Maar wel echt hele leuke dagen hier gehad. Super gezellig. Dus zometeen komt mijn broer even gezellig. Gaat hij, komt hij een stoel ophalen en komt hij wc-bril bij ons repareren. Ja, daar heb je mannen voor nodig in je leven. Daarna ga ik gezellig met Isabel lunchen en we willen kijken naar wintersport. En in de avond weet ik eigenlijk nog niet echt wat ik ga doen. Misschien ga ik uit, maar dat weet ik nog niet zeker. Wat ga ik morgen ook weer doen? Oh ja, morgen ga ik gezellig een koffietje met Floor en af met Stan. En het weekend is het oud en nieuw. Dus ja, dat is ook helemaal leuk voor deze weekvlog. Dus er komen nog allemaal leuke, gezellige dingetjes aan. Dus ja, ik ga jullie helemaal leuk meenemen. Maar nu eerst snel naar huis crossen. Ik ben eigenlijk alweer te laat. Maar ik was gezellig koffie aan het drinken met Sans ouders. En dan ben je helemaal lekker gezellig aan het kletsen. En dan wil je eigenlijk niet weg. Nee.
Ik ga me even een beetje klaarmaken voor de dag. Want ik ga zo meteen werken, daarna sporten. Het einde van het jaar is in zicht. En het nieuwe jaar komt er weer aan. En ik zat dus pas even te denken van... Ik heb gewoon al het hele jaar een relatie. Bijna al 3 jaar... 3,5 jaar, zeg maar. Hoe snel gaat de tijd? En als ik terugdenk aan de liefde van het afgelopen jaar, is dat heel erg gegroeid. Als ik dat vergelijk met de andere jaren. Ik heb echt, Stan en ik zijn heel dicht naar elkaar toe getrokken. Ik denk dat dit letterlijk een van de leukste jaren in mijn relatie was. Op een of andere manier. Ook omdat ik nu op mezelf woon. En ja, elkaar is gewoon steeds beter leren kennen. En het was heel erg leuk. Maar wat ik me wel besefte, is dat we niet heel veel dates hebben gehad. Ik ben ook wel bezig met meer zelfliefde creëren. Bijvoorbeeld dat ik hem eentje naar Bali ging en zo. Dus dat zijn wel weer dingetjes waar je dan in 2024 wil aanwerken. Maar ik kan begrijpen dat als je single bent, dat het voor iedereen anders is. En dat je een beetje reflecteert soms op het jaar en denkt, wat zou ik dit jaar anders willen? Ik heb dus echt dat ik wel wat meer dates, wat leuke dingen wil plannen in 2024 met Stan. Om gewoon wel echt die liefde te behouden. Dat je soms weer helemaal verliefd kan worden als je iets leuks gaat doen met elkaar. Dat is denk ik wel echt belangrijk als je een lange relatie hebt. En wil ik ook gewoon, ja, vind ik het soms moeilijk om alleen te zijn. Daarom heb ik ook snel heimwee. Dus daar wil ik ook wel meer aan werken in 2024. Stel je bent dus gewoon single, dan heb je natuurlijk weer hele andere doelen en behoeften. En het lijkt mij best wel lastig in deze maatschappij met jongens, als ik dat van mijn single vriendinnen moet horen. Ja, wat je soms moet verwachten. Ja, ik heb het wel eens vaker benoemd, maar de app Fruits, ja, is eigenlijk hiervoor de oplossing. Want op Fruits kan je dus aangeven waarvoor jij op de datingsapp zit. Fruits creëert eigenlijk gewoon een veilige plek voor vrouwen. Omdat je dus met een fruit kan aangeven wat jouw intenties zijn van een datingsapp. En dan zou ik nu ooit single zijn, dan zou ik echt naar Fruits gaan. Ik ben gewoon een vrouw die wil weten waar ze aan toe is. En ik denk dat veel vrouwen dat wel fijn vinden. Maar weet je, alles is ook goed. Als jij denkt gewoon, joh, ik wil gewoon een gezellige nacht. Of ik wil allemaal niks serieus. Dan kan je dat ook gewoon aangeven. En alles mag en alles kan. Maar je hebt dus 4 soorten, er zijn er 8, 4 soorten fruit. Je hebt de kers, de druif, de watermeloen en de perzik. Ik zou echt de kers zijn. Want de kers is om de wederhelft te vinden. De true love. En ik ben echt een hopeloze romanticus. Maar je hebt dus ook een druif. Dan wil je gewoon gezellig samen een drankje doen. De watermeloen. Fruits with benefits. You know. You know. En de perzik om gewoon even een gezellige nacht samen onder de lakens te delen. Weet je? Dat kan ook. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En dan kan je de app downloaden. En aangeven waar jij naar voor op zoek bent. Mijn plannen zijn in ieder geval echt om meer dates in te plannen. En leuke dingetjes te doen. Het schiet er gewoon zo snel bij in. Maar moet niet. Oh. En ik wil wat meer zelfliefde creëren. Dus eigenlijk ook gewoon leuke dates met mezelf plannen. Het is inmiddels alweer avond. Ik ben de hele dag met Issy. Oh, ik ben helemaal niet gevlogd. We hebben iets heel leuks gedaan. Maar dat mogen we nog niet vertellen. Oh, ja. Nou, niet. Maar, ja, zou Bo dit zien? Nee, ze kijkt het niet. Nou, we hebben dus als vast verrassing wintersport geboekt voor Bo haar verjaardag. Straks ziet ze het wel. Nee, ze kijkt helemaal niet. Nee. Nou, lala. Lekker supporter. Ja, lala. Lala. Nou ja, ik weet dat ze niet kijkt. Ook gezellig ja. Met Lies. Die kent Isabel van de Curaçao-tijden. Ja, ik ken haar eigenlijk niet. Wie ben jij? Want Wan is zo in mijn huis. Maar we gaan zo meteen naar Winterparadijs. En daarna gaan we naar de Sapar Club. Nou. Yeah! Goed heren. Het best. Ja, dat is weer. Dus niet of je ja. We zijn aan het shotten zonder te proberen te proeven. Maar dat is echt moeilijker dan je denkt. Wij gaan. We zijn net terug van het uitgaan. We zijn net terug van het uitgaan. En wat gaan wij proberen? De garlic joe. Wij hebben onze make-up eraf gehaald. Wij gaan lekker deze garlic joe uitproberen. Waarschijnlijk is het echt heel goor. Maar boeien. Zo, ja. Ik ben echt een mega fan van augurk. Gewoon ja. Echt eigenlijk bijna een obsessie. Dus wel een augurk is zeg maar dit. Het is gewoon lijf. Aardige. De ruik is. Godverdamme. Lekker. Oké, komt ie, ja. We hebben mijn tanden gepoetst, wel heel vies. Ja. Nou, gewoon lekker. Ja? Maar echt lekker. Ik proef geen knoflook. Me? Ja. Nee, niet meer liggen. Is het ding nog wel goed? Mijn lijf. Mijn fucking lijf.
Ja, ik stink. En ik stink, ik heb mijn mond. Wat heb jij? Kijk. Ik hoor. Een buimschijf. Het schijnt dat tegenwoordig de buimschijf meer wordt besteld. Ja? Ja, dat komt omdat wij als Nederlanders ook meer buitenlands gaan eten. Als ik met Stan in de Febo ben, bestellen we altijd een buimschijf. Ja, maar een frikandel blijft wel het best. Met mayo. Zo'n rare avond. Ik vond het heel weird. Ik heb echt 5 avonden in 1 avond gehad. Hier thuis, waar we waren winterparadijs, was echt heel kut, want we konden niet naar de après-ski. Après-ski was leuk, de rest niet. In ieder geval, meest is het leuk. Dan waren we nog naar Palladium. Oh ja, zijn we ook nog naar Palladium geweest. En daar nog naar de Super. Nou, ja, ik vind het lekker. Ik heb ook even oversnacks in de... Oh, is al klaar? Ik ga even kijken. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Gisteren uitgaan was echt super gezellig. Winterparadijs was een beetje mooi of zo. Het was wel leuk, maar I don't know. Het is nu 1:15. Ik ga gezellig met Floor een rondje lopen in het Vondelpark en een koffietje drinken. En ik heb dus een verrassing voor haar, want ik heb namelijk op zonnebrillen.com een Gucci zonnebril voor haar uitgezocht. Echt super leuk. Zonnebrillen.com is trouwens echt van chill. Ik krijg altijd vragen over, maar ze hebben echt alle soorten designermerken. Dus ja, het is gewoon heel chill, want je hebt echt keuze uit heel veel. En je kan dus 20% korting krijgen, altijd doorlopende kortingscode met Sarah. Dus ja, wil je een zonnebril, dan kan je dat gebruiken. Just that you know. Nou, ik ga even mijn jas pakken. En dan ga ik haar meeten. Oh my god, ik ben zo moe en brak. En gewoon... echt geen zin in deze dag. Het is ook echt een dag van niks. Nou, ik heb mezelf even een beetje bij elkaar geraapt. En ik heb lekker gekookt voor Stan. Of in ieder geval ben ik bezig. Ik heb lekker de kaarsjes aan. Tafel gedekt. Helemaal cute. En... ik ben hier aan het koken. De bloemkool is trouwens wel klaar. Ik heb lekker bloemkool. Dan een peper-room-sausje. En de varkenshaas die nu in de oven gaat. En lekker croquettes. Yum. Oh, trouwens, en ik heb ook nog dit voorgerecht. Een soort zalmcarpaccio. Helemaal cute, toch? Wat ik aan het zeggen was, vergeet ik het gewoon weer. Kom ik mijn winter mee door? Ik moet in de winter. Lijkt op een verwerking tegen Steven Bunting. Het is inmiddels avond, we hebben net gegeten. Wat vond je van mijn diner? It was delicious. Ja, hè? Ja, het was heel lekker. Dus ik heb echt iets gemaakt wat je heel lekker vindt. Maar we zijn nu lekker winterverliefd aan het kijken. En ja, we hebben gewoon lekker chill. Moet je nog iets doen op je laptop? Nee, je mag er niet op. Hè? Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. Is het zaterdag? Ja. Ik word echt niet wakker. Het is nu 10:30 bijna. Ik word gewoon echt niet wakker. Ik weet helemaal wat het is. En ik sliep volgens mij best op tijd. Maar goed, ik ga het even zetten voor mijn staan. En daarna ga ik, weet ik niet. Maar dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar dat komt. Ik ga zo uit eten met Isabella en Bo en daarna bowlen. Dus ik heb me even heel snel opgemaakt. En ik moet snel mijn spullen pakken, want ja, het is allemaal weer een beetje laat. Nou jongens, ik ben lekker met mijn zussen. We zijn lekker even ouderwets all you can eat sushi eten. Oh, dit doen we zo vaak. Maar ook echt lunchen. Ja. Heel, maar dat eigenlijk neem voornamelijk alleen maar. Ja. Maar kijk, het is toch gewoon heerlijk. Even lekker alles bestellen wat je wil. Dat is echt top. En hierna gaan we dus bowlen. Ja, wat idee. Echt leuk. Helemaal leuk bij de avond. Ja, nou. Ik had het gewoon wat halverwege mijn verhaal door. We zijn aan het bowlen. En ik word gewoon ingehaald door Bo. Eerst had ik gewoon een strike. En daarna heb ik gewoon 3 keer niks gegooid. Lekker maar.
verliezen met een shotje nemen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 31 december. Hoe raar dat het jaar eindigt op een zondag en begint op een maandag. Het is wel echt full cycle en I kinda like it. Ja, vanavond hebben we oud en nieuw. Ik ben nu onderweg naar Isabel en Bo, want ik ga met ze sporten. Super gezellig. Helemaal zin in. En dan ga ik even naar mijn ouders. Ga ik klaarmaken. En dan ga ik vanmiddag rond 5 naar Bo. Bo. Met Anne, Nina en Sophie gaan we gezellig met elkaar eten. En een beetje opmaken en zo. Ik heb de hiksel in. En daarna ga ik dus naar Amsterdam. Dan gaan we met mijn auto rijden we naar Amsterdam. En gaan we bij mij thuis eventjes indrinken en omkleden en weet ik het allemaal. En dan gaan we naar Gigi. Dat is een restaurant in de Pijp, op Barry Heinekenplein. Dus ik heb echt super veel mensen over gehoord die daarheen gaan. Dus dat is wel echt heel gezellig. Dus ja, helemaal leuke planning. Ik heb eigenlijk zelden in de afgelopen jaren een zo'n leuke nieuwjaarsplanning gehad. Normaal was ik altijd hier een beetje en was het altijd een beetje vaag en was er niet echt een planning. Dus ja, ik ben gewoon blij dat er eindelijk een keer een leuke planning is. Want vorig jaar was mijn oud en nieuw helemaal niet heel speciaal. De jaren daarvoor ook niet. Eigenlijk nooit heb ik heel veel leuke dingen gedaan. Ik hou ook helemaal niet van oud en nieuw. Ik vind oud en nieuw echt niet leuk. Maar ik dacht, ik neem nu een keer het hef in mijn eigen handen. Ik ben niet met Stan, dat vind ik heel jammer. Maar ik ga gewoon even een keer iets leuks doen. Want Stan is gewoon vaak met zijn vrienden en hier. En ik snap dat dat heel leuk is, maar voor mij is dat iets minder leuk. Nou, lang verhaal kort. Ik heb er zin in, maar ik ga geen verwachtingen scheppen, want ja, oud en nieuw is altijd zo pressure van oh my god, het moet leuk zijn, maar dus met Koningsdag vind ik ook altijd kut. Maar goed, we gaan er gewoon iets leuks van maken. Nou, we zijn bij Bo aangekomen. Bo heeft er weer een heel feestmaal van gemaakt. We moeten ons nog klaarmaken, dus schrik niet. Jum. Kijk hoe leuk. Happy New Year. En dan moeten we hier onze goede voornemens opschrijven. Wat heb jij dan? Mezelf weer goed voelen. Ah, en genieten vol. Van mijn laatste jaartje thuis wonen. Ja, oh. Bij. Mag dat erop? Ik wil er nog met roken. Rip. Maar met alles roken? Ja. Behalve het niet. Wat ga jij doen dan? Sparen. Ja, ik moet echt gaan sparen, Saar. Ik weet niet hoe ik schaar zou. Wat heb jij voor goede voornemen? Ik heb nog schrijven. Oh. Dat is een S van sparen. Ik wil. Kijk dan hoe niet normaal dit weer geregeld is. Ik vind het zo leuk. We gaan een kaasmenu, er komt sushi, we hebben allemaal borrelhapjes. Nou. Joze! Jongens, we zijn helemaal ready voor New Year's Eve. Ik praat echt met zo'n Amsterdamse en ja, dat is echt zo. Chill zit in de back, of in de front. Hoe laat is het nu? Het is nu bijna 11:30. En we hopen dat we binnen staan met 0-0-0. Nee, we gaan dus naar een party. Zeg ik het weer zo raar? Nu zegt iedereen zegt... Weer! Iemand zegt, hallo. Iemand zegt, de rij duurt erg heel erg lang. Maar als wij er zijn, dan is de rij een beetje opge... Ja, dat hoop je. Kijk, weet je wat het allerbelangrijkste is? We zijn met elkaar. We zijn met elkaar om 0:00. Ik geef jullie een zoen alsof mijn leven niet meer bestaat. Want dit is onze eerste oud-en-nieuw samen. Oh my god. Echt? Ja, wij hebben dus nog nooit oud-en-nieuw met elkaar gevierd. Nee. Kan toch niet? Nee. De zussen game. Ja, dat kan niet. Zussen goes viral. Nee, maar ik heb mijn vlogcamera niet mee, want het past niet in mijn tasje, want die is 1x1. Ja, Bo is gewoon eigenlijk fucking ziek. Zieke koorts, maar zij is gewoon die hard. Zij gaat gewoon door. We gaan door. Het is bijna oud en nieuw.
nog. Het is 1 januari. Happy New Year. Ik wil als eerste jullie allemaal de beste wensen wensen. Ik voel gewoon dat 2024 echt een fucking leuk jaar wordt. Dus we gaan er helemaal voor. Helemaal zin in. Ik hoop dat jullie allemaal een heel fijn jaar krijgen natuurlijk. Ik ga nu naar Stan, want dan gaan we gezellig eten met de fam. Het is 7 uur. Ik ben nu even bij mijn ouders geweest. Die de beste wensen gewenst. En ja. Ik heb echt super leuk oud en nieuw gehad. Wel lekker veel gedronken, maar ik heb helemaal niet zo mega kater. Dus dat scheelt echt. Goedemorgen allemaal. Het is 7:30 's ochtends. En ik ben bij Stan. Het is echt noodweer. Het regent keihard. We zijn naar binnen gerend. Maar ik ga nu naar Amsterdam. Ik heb gisteren de dag niet gevlogd. Ik heb de hele dag gisteren thuis gewerkt. En ik voel me echt heel kut. Ik voel me echt heel kut. Ik heb echt me in zelden tijden niet zo kut gevoeld. Maar ik heb een besluit genomen dat het heel moeilijk voor mij is. En ik ga dat zo meteen delen met de mensen waar het allerlastigste voor is. Dus dat is gewoon heel kut. En ik ga jullie zo meer over vertellen. Maar ik heb niet geslapen. Ik heb 4,5 uur geslapen. Ik praat zo met jullie verder. Want ik moet gaan rijden. Nou, ik heb net even een lekker koffietje gedaan bij bakkerij van mijn moeder. Mijn moeder is op de wc. Ik voel me al een stuk beter. Ik ga jullie zo meteen even meer uitleg geven over wat al mijn live updates zijn. There's a lot happening with all the things. Maar ja, ik heb gezellig even een middagje met mijn moeder. We gaan zo meteen de resultaten die ik een hele tijd geleden heb gezet een touch-up geven. Dat is very necessary. Goedenavond. Het was vandaag echt super gezellig met mijn moeder in Amsterdam. Echt heel gezellig middagje. Alleen we gingen natuurlijk de tatoeage bijwerken. Maar door een miscommunicatie en misplanning is dat niet gelukt. Dus gaan we nu 16 januari volgens mij. Wat is hier raar licht. Ik ben met mijn baby. En Stan is de laatste tijd verslaafd aan darten. Dus laatste avond. Dus laat ze aan. Finale. Wie gaat er winnen? Humphries. Dat is die van 16? Nee, andere. Oh, kom maar. Dat is één jongen die van 16 doet mee en hij lijkt 30. Maar wij zijn ook de laatste tijd helemaal verslaafd aan de slimste mens. We kijken dit echt elke avond. Zo leuk. En Vic Clay die doet dus nu mee. Dat is die TikToker. Ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen. Zij is echt fucking goed en fucking leuk. Ik ben echt voor haar. Maar we gaan het zien. Maar als ze op een gegeven moment er maar in blijft. Kan het dan dat ze gewoon elke avond er maar in blijft? Je hebt hem volgens mij een maximum. Hoeveel dan? Ik weet niet hoeveel het is. 6? En dan? Hou dan. Stijg hem bovenaan. Ja, maar stel iemand anders heeft ook 6. Dan gaat het om punten. En de, volgens mij de slimste 3 of 5 zoiets. Die roleren weer in de finale week. Oh ja. En dan die finale week komt er een winnaar uit. Leuk. Ja. Leuk hoor. Mijn moeder had hier ook even gezellig gegeten. En ja. Kijk, het is heel raar licht dat zo soort flikkert. Wat is dat? Het is van tv. Kan je camera niet aan, denk ik. We gingen net mijn vlog kijken. Dat was echt heel leuk. Het was echt leuk om te kijken. Maar het beeld is echt zoveel scherper dan ik dacht. Maar als je het zo hierop ziet, lijkt het echt niet scherp. Nee. Ik heb morgen een hele drukke dag op werk. Komt goed. Hallo allemaal, welkom bij vandaag. Het is donderdag! En we hebben een meeting in Rotterdam. Bij Ochama, superleuk. Maar we hebben eerst even een Jootje gehaald. Ik ben met Sie. Dit is voor de thumbnail Ido, dus niet denken dat het zo raar
Oké. Ik heb een tunicado with tabasco. Dat is echt freaking best. Ah, I love me some tunicado. Mmm. Ik kan de hele tijd niet op. Zo yum. Dan mag dat toch? Ja. Ja, ik vind het eigenlijk niet, maar ik vind het gewoon. Ik heb gewoon honger, weet je. Zo op tuin. Ken je dan niks? Nee. Doe wel gewoon even zo die tempelicht aan. Show me the shoes. En is die lekker hier? Minder zout. Maar ik vind het te zout in Amsterdam soms. Lekker. Maar zo, er was een tijdje helemaal influencer ding. Echt? Mhm. I should know as an influencer. En je kan daar facials, manicure. Mm. Ook, tegenwoordig heb je ook dokters et zo. En dan kan je ook filmen. Oh ja, botox. Leuk. We zijn in Rotterdam, jongens. Ja. Of had je dat al gezegd? Ja, ik zei we zijn in Rotterdam en zelfs hier halen we Joe. Is het nou gezond? Nou. Het is niet heel slecht. Nee. Zeg maar voor een half. Pesto is vegan. Tonijn is niet slecht. Sowieso zit er ook niet heel veel mayo op. Want nee. Het hele broodje is 450 calorieën volgens mij. Nou, zeg maar voor een afhaalbroodje is gewoon. Ja, prima. Beter als een broodje geelworst. Nou, daar had ik ook wel zin in gehad. Ja, ook een goeie. Boom. Bij Cup and a Cake hebben we dan niet op. Ja. Die hadden echt fucking lekker aan. De kaas, oh. Wat voor gebouw is dit? Kijk waar we zijn. Oh, misschien WTC. Welkom to the people from Rotterdam. Ik ben er nooit, maar dat weten jullie. Wonen er volgens mij in Rotterdam? Ja, sowieso. Tuurlijk. Het is gek dat iedereen hier gewoon zijn leven heeft. Dat ja. Elke dag hier is. Ja, dat is ook heel bizar. Ja. Leven in Rotterdam. Meiden hier ook. We gaan nu even lunchen. Ja, ik heb geen vriendinnen in Rotterdam. Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Alleen in Den Haag één iemand. Oh ja. Dat vind ik dus ook best ver. Ja. Je zou denken Den Haag, maar je zit wel gewoon een uur in de trein. Klopt. Maar het ligt ook heel dicht bij het strand ook. Dat lijkt me wel het enige leuk aan Den Haag. Nou, zoals Amsterdam ook wel zand voor te doen, maar Den Haag is ook kijk, dit is een man. Wow. Hij heeft gewoon geen bovenlijf. Hij is gewoon helemaal ingezakt of zo. Mensen van het kantoor leveren. Met z'n allen een broodje. Mannenlunchje. Er loopt hier gewoon echt een stoet aan 20 man. Nen. Met allemaal een broodje. Met allemaal hetzelfde broodje. En allemaal dezelfde jas. Ik ga stuk. Haha. Nou, we hebben zo dus een meeting met Otyama. Ik hoop echt dat het goed gaat. We love Otyama. Maar goed, ik had die corn dogs. Heb je die nou geproefd? Ja, ik vond die niet. Nee? Maar misschien heb ik hem niet goed gemaakt. Maar het was geen echte worst, hè? Nee, dat was dat, het, denk ik, dat jij niet lekker vond. Maar ik vond het fucking lekker. Ja. Die dumpling waren te pittig. Ik denk dat ik het niet goed heb gemaakt, dat denk ik echt. Ik moet even uitwapperen in de auto. We zijn dus veel te vroeg, want... Ja, er stond, toen we het vorige week of een paar dagen geleden gingen opzoeken, dat het 2 uur rijden was. En dat was maar 1 uur. Dus nu is het 15:15. Ja, of we vragen of we gewoon iets eerder kunnen komen. Mhm. Ja. Dus die vrouw is Engels. Ja. Of Engels, ze spreekt Engels en die man die spreekt ook Nederlands. Ja. Ik ben benieuwd. Mm. En woont die vrouw nou in Korea? Of woont hij nu ook hier? Die woont hier. Oh, sinds een paar jaar. Die woont een paar jaar hier nu. En zij, zeg maar, soort de head of de Nederlandse marketing. Oké. Spannend. Nou, we gaan even opeten. En wens ons succes. En een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Deze week ging zo snel. Het was eigenlijk weer een soort halve week. Maar het is nu 12:15. Ik heb vanochtend gesport. Ik heb een beetje uitgeslapen, want ik heb tot best wel diep in de nacht gewerkt. Daarna heb ik gesport. Daarna ging ik naar huis, want de schoonmaakster was er. Echt lachen, mijn schoonmakers. Ik heb er zelfs 2. Dus ik ben met z'n 2. Het is een koppel, echt super cute. Dus moest ik even binnenlaten en zo. En even snel omkleden. En nu ben ik in de Hoeksen aan het werk. En Thomas komt er zo meteen heen.
En ik ga met Maggie een koffietje doen. Nu ga ik jullie eigenlijk eindelijk vertellen waarom ik me zo kut voel deze week. En waarom ik in het begin niet heb gevlogd. En wat er eigenlijk met mij aan de hand is de afgelopen dagen. Weken eigenlijk. Maar ja, ik heb een hele moeilijke beslissing gemaakt eigenlijk. Ik ga namelijk stoppen bij het werken bij Hubs & Lewis. En ja, ik vind het echt heel kut. Want ik vond het heel leuk. Maar het bedrijf is gewoon heel erg gegroeid. En wat is natuurlijk super knap. En ik vind het heel geweldig dat ik daar deel van mocht zijn. Maar ja, ik moet toch voor mezelf gaan kiezen. Want ik merkte gewoon echt dat het te veel werd. Vooral in combinatie met mijn eigen socials. En dit zet ik ook heel erg achteruit. Jullie hebben vast wel gemerkt dat ik eigenlijk het afgelopen jaar veel minder actief ben geweest op YouTube. En dat vind ik echt niet leuk. Ik wil gewoon meer doen met YouTube, met socials, TikTok, Instagram. En het lukt me gewoon niet om te combineren omdat de werkdruk gewoon heel hoog is. En het is eigenlijk gewoon een fulltime baan. Dus ja, het was een beslissing die ik echt niet zomaar heb genomen. Ik heb er echt een week over gehad. Maar de laatste tijd ben ik wel echt tot de conclusie gekomen dat het wel echt nodig is. En het is een keuze die ik heel erg lang vooruit heb geschoven. Dus daarom, ja, dat het zo lang duurde. Maar ik had dus het gesprek woensdagochtend met Merel en Cecile. En dat vond ik echt heel moeilijk. Ik moest ook huilen. En dus gewoon zo niet echt hoe ik het moest brengen. Want ze moeten het echt niet persoonlijk nemen. Het is echt een keuze die ik mezelf maak. Maar ja, ik zit er al meer dan 2 jaar, weet je wel. Ik heb zoveel meegemaakt. Ik ben er letterlijk vanaf het begin, dus ja, dat is gewoon heel lastig. Dus dat, ja, jullie gaan mij, voor jullie is het misschien wel leuk, want mij gaan jullie meer zien. In ieder geval, dat ben ik ook van plan. En ik heb ook nog heel veel andere eigen dromen die ik wil najagen. En dat ging op deze manier gewoon niet. Dus de bom is dropped. Hallo allemaal, het is inmiddels avond. Ik ben nu bij Anne. Ik ben echt zo niet scherp. Ik ben echt heel snel gaan haasten, maar ik heb vanmiddag even gewerkt in de Hoeksen. Ik ben bij Anne, ga gezellig eten. En daarna gaan we vanavond met meiden lekker bowlen. En daar nog ergens een drankje doen, dus helemaal leuk. Jongens, echt een week later en ik ben gewoon weer voor deze kut bowlingbaan. Oh, dat mag je niet zeggen. Ja. Je was het daar. Maar we gaan BBB, borrel of bowlen, bowlen. Boerenburgerborrel. Ja. We schoon shots en snacks. En snackies zelf. Ja. Maar jongens, kijk, Sophie is gewoon ziek aan het winnen. Echt, what the fuck? Echt, het is zo boven. Ja. 192 zit ook gewoon down. Ja. Heerlijk. En ik sta op de derde plek. Ik ben Noedel. Tabak is bo. Oh, nou, doei. In ieder geval, Anne staat op de verliezende plek in combinatie. Oké, maakt niet uit, met Nina. Lekker mooi. Oké, gaan we nog een shotje nemen? Nee, als iemand strijkt, moet je gewoon nemen naar de volgende. Ja! Ja? En anders op het eind. Oké. Dan nemen we een shotje. Gast, ben ik de shots. Miri, mogelijk geshot, terwijl we zouden shotten als we een strike hadden. Ik had die mee mogen. Oh, dan ga ik. Wacht, tot mij! Ja, te laat. Ja. Maar het lijkt ook alsof je in de club bent op die video. Zieke club! Oké, Sar, let's go! Het is dat wij lid zijn, maar. Nee, maar kijk even daarheen. Hoe dood? Oh, hun? Ja. Je dacht wij! Nee, kijk, hoe dood is dit? Kijk, kijk, kijk. Oh. Ja, jammer. Nee, help hem. Oh. Kom op, Bo. Je kan het. Ik weet dat je het kan. Niet. Ja. Ja hoor. Ja. Zijn nou niet? Hoppa. Let's go.
Hey, Anne, doe jij even met die olifant dan? Ik doe gelijk. Ja. Ze hebben gelijk aan. Gelijk aan dit. Ik ook gelijk, ja. Doei, jongens. Ik ga zo doen. Zieke glijbaan. Wow, nee, dat gaat bijna zwijk. Nee, ik wil die strijken. Ik heb fucking gewonnen, bitches. Heel gebeurt het heel, maar... Maak niet uit. Maak niet uit. Jongens, ik heb 203 shortjes. Wat moet je ook eerst doen? Zout. Wat moet je eerst doen? Zout. Oh, ik ga over mijn nek. Eerst zout. Doe het, Bo, kom op. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag en ik ben met Baxter! Ah! Ah! Wat leuk! We gaan iets heel leuks doen. We gaan namelijk een vision board maken. Dus dat gaan we doen met allemaal magazines en zo. En dan voor 2024, want 2024 wordt onze jaar. Ja. Watch me. Ja, ja. Ik heb ook nog deze. Wat? We kunnen also paint or ja, whatever. Magazines. Show. Ja, en ik dacht, dit is misschien wel handig. Ja, misschien dan kan je gewoon sprayen en dan plakt het. Ja. Nou, helemaal goud. Jongens, ik heb zo'n kater. Echt. Kijken. Ja. Oh. Maar die rap is gewoon tomatenrap of zo. Ja. We hebben dus een wrap besteld. Oeh. Bij Subway. Ik ga proeven. Doe maar. Cheers. Cheers. Mm. Mmm. Zo. Ja. Reden, hè? Ja. Half half. Ja, dat kan. Niet. Jawel. Mmm. Mmm. De saus. Ja. Is kaat dan? Ja. We hadden gezegd getoast. Ja. Maar het is gewoon koud. Het is sowieso niet toasten. Oh. Oeh. Doe maar. Mmm. Ja. Mmm. Goeie, man. Party in my mouth. Ja. Ik had echt eten nodig. Mm. Nou, we zijn lekker uit eten bij Stets. En we hebben nu een broodje. Ja, maar dit is gewoon cake. Oh, dit is cake. Wow. Dit is cornbread dan. Oh, het ziet er echt fucking lekker uit. Oh mijn god, we hebben echt zoveel lekker eten. Eet smakelijk. Waarom ruik je overal? Dessert time. Mijn ding. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Ik zeg morgen, maar ik heel eindmiddag. Ik heb vanochtend gesport en heb ik de hele dag wasjes gedraaid, gedoucht. Gedoucht en zo. Gewoon lekker gechilled. En ik ga vanavond die lasagne soep maken. Dat is helemaal een trend op TikTok. Als je dan komt. Dus ik ga nu even boodschapjes doen en lasagne soep maken. En oh mijn god, ik heb er zoveel zin in. Het lijkt me zo fucking lekker. Het is wel echt een lekkere dag. Het is koud, maar de zon schijnt wel. En ik had vanochtend even een lekkere lekdee gedaan met Cecile en Robin. Helemaal lekker chill zondagje. Omdat ik vrijdag geparty. Het was gisteren brak, vandaag nog steeds een beetje, maar wel beter. Guys, dit was alweer de weekvlog. Ik hoop dat jullie een leuke weekvlog vonden. Het zijn even twee weken in één gecombineerd. Omdat ik beide weken een beetje druk was. En ik dacht, ik wil toch even een leuke lange vlog. Dus vandaar dat het even allemaal samen is. Ja, als jullie het leuk vonden, vergeet zeker niet mij te supporten met een blauw duimpje omhoog. Natuurlijk te abonneren op mijn YouTube kanaal. En me te volgen op TikTok en Instagram. Allebei @sarahverwoerd. Als je niet genoeg van me kan krijgen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei! Well, miss, I guess I'll be on my way now.